Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan wij de begrenzers monteren speciaal voor de Taxi Safe Festival Speed iJet. Ik heb hier speciaal de begrenzer voor de Taxi Safe iJet. En dat is speciaal omdat voor de iJet er helemaal geen begrenzer was. Het was namelijk zo dat de ECU die bij een 80C zit niet correspondeerde met dit product en nu wel, want dit product is geoptimaliseerd. We hebben bij deze sprint een 80C Malossi kit met vertanning, met Malossi variateur, alles. Hij zou 70 km per uur moeten gaan, dat gaan we zo meteen checken. Deze film laten we zien wat het resultaat van dit product is. Hier is de GoPro, ik ga even laten zien hoe deze snorfiets nu rijdt met die 80C kit. Want we kunnen mooi straks vergelijken wat het resultaat van die begrenzer is. Wat ik belangrijk vind om te weten zo meteen is hoe die begrenzer rijdt, of je dan gaat haperen, inhouden, stotteren of dat soort shit. En onbegrensd of hij dan nog steeds die optimale topsnelheid hebt die hij nu ook heeft. Dus nu als eerste test met de GoPro van de topsnelheid. Oké, dan gaan we jongens naar het stilstand. Vol gas! Nu al 50. Dikke 60. Dikke 70. Gaat hij nog harder? Ik denk het wel. Daar gaat hij, jongens. Daar gaat hij. 75. Hij tikt hem dik tot de 75, man. 76. Ik ga omkeren. Het is tijd voor de begrenzer. Daar ben ik weer, jongens. Je zag dat hij net echt dik 75 ging. Echt, voor een iJet is dat echt fucking hard. En ik heb van de klant zelfs gehoord dat hij 80 ging. We gaan hem er binnen zetten, we gaan die begrenzer monteren. En kijken of alles nog steeds hetzelfde is. En of ik hem mooi kan afstellen op 35, 40 begrens. Ik ga even de klant bellen, vragen wat hij wil dat ik hem op begrens. G-Unit. Hier is de G-Unit. Zo noemen we hem nu. En dit is dus de begrens die we gaan monteren. Zoals je net dus zag, ging hij 75. En de klant zei zelfs 80 km per uur. Dat heb ik nu helaas niet gehaald, maar misschien zometeen bij de volgende test wel. Ik ga hem nu inbouwen en dat laten we zien in precies 30 seconden dat ik dit product monteer. De daadwerkelijke how-to van het product, hoe je dit kan monteren, zie je in de video waarvan ik de link heb gedeeld in de beschrijving. Nu gaat 30 seconden lopen, monteer die handel en dan testen. Ga de scooter pakken en rijden. Kijk hoe die het doet. Hij is te begrensd. Ik ga nu zo langzaam. Ik ga hem vast voor de eerste keer afstellen nu. Ik ga hem nu één keer afstellen. Kijk hoe je de grens rijdt. Had ik me ietsje op afgesteld, dat was echt te erg de grens. Even kijken. Ik weet het niet, even kijken. Ja, ik ga hem ietsje hoog zetten. Nu klinkt die mooier. Ja, mooier. Mooi geluidje. En hij loopt nu 30. Kunnen we dat zien? Ja, dat kunnen we wel zien. Oh, een beetje dicht bij hem. 35 en nu klinken de toeren mooi. Oké, ik denk dat ik hem begrensd goed heb afgesteld. We gaan nu kijken. Als ik ongrens,
hoe hard die duim gaat. Want nu ga ik hem echt heel goed warm rijden en een heel lange weg pakken. Schipholweg, vliegtuig, straaljager shit. Op grens, dat is op grens. Wow, 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 wow. Daar zijn we. Op de weg, best vol gas. Daar gaan we, ja. Nu starten, contact aan, nu is hij begrensd. We gaan vol gas en daarna met het knopje aan kijken wat hij dan doet. Nou, met moeite 35 nu. 35, 35, 35. Oké, zeg dat die begrensd nu 35 gaat. Het geluid is normaal en acceptabel. Niet opvallend. In het begin net wel, maar toen ik me echt te langzaam afgesteld. Ik ga nu op het knopje drukken. En dan is het vol gas. Woe, trek echt als een gek. Wat, wat? We hebben nu wind mee, dat voel ik. 60. Tempo. 65, 70. We gaan nu al 70. Wat haalt die 80 cc op de top? Dat checken we nu. 75. 75. Kom op, eventjes harder pik. Wat kleiner, wat dunner. Kom op. 75. Nee, 75. 76. That's it. 576. Is ook hard. Oh, hij loopt uit. Hij loopt uit. Hij gaat 80. Wat? Hij loopt gewoon 80. Wow, wat een verrassing. Op het eind liep hij toch even 80. Hij heeft de 80 aangetikt, man. En begrensd deed hij 6 à 37 km/u. En dat is echt een hele mooie stand om begrensd te rijden. Ik ga hem binnenzetten, even kapje erop en dan de conclusie. En natuurlijk waar je dit onderdeel kan kopen. Oh, en ik moet 2 updates extra doen. Goed jongens, we hebben net getest. En begrensd 6, 37 voor die 80 cc is een mooie stand. En waarom zeg ik dat? Bij lager afstellen dan die snelheid hoorde je te veel gehapen, te veel dat hij in de limiter liep. Dat is wel opvallend. Nu was dat weg bij 6, 37 km/u op de teller. Hè? En op de teller betekent nooit in het echt. Want in het echt is dat dus langzaam, dus zit je veilig. Dat was de begrensde stand. Ontgrensd deed hij gewoon maximum tot die maximum. Toen de begrensde nog helemaal niet in zat, ging je 75. Nu hij er wel in zit, ging je alsnog 75. En toen ik even windje mee had dat hij echt even lekker ging, pakte hij zelfs 80. Er zit een Molossi kit onder met de variateur, met de vertanding, met de 80C überhaupt. En natuurlijk de Molossi ECU speciaal voor die 80C. Daarbovenop hebben we nu de begrensd gebouwd en die resulteerde gewoon in een heel goed werkende scooter en dus begrensbaar. Dus minder risico voor de politie. Ik ga het kapje er even opgooien als het kapje erop zit. Doe nog twee dingen en laat ik dat even zien. Ja, laat ik even zien. Kijk ermee. Kom maar. Check. Als we aan de voorkant kijken, dan zien we hier dus die Vespa Sprint. En als ik het licht aan zet, zie je hier hele mooie witte LED. De koplamp daarentegen, die is nog geel. Is hartstikke lelijk. Dus daar gooi ik even een white fishing lamp in. Daar ziet het er wel hartstikke mooi uit. Dat even serieus. Reageer nu in de comments wat jij vindt van een gele lamp met zulke mooie led. Dat ziet er natuurlijk gewoon niet uit. Dat vind ik, maar dat vinden jullie ook. Dat weet ik. Dus daarom vervang ik even dat koplampje. En we gaan, als je hier kijkt, van de teller het glas smoke monteren. Want je hebt dus alle onderdelen zwart, mat zwart, glimmend zwart. In ieder geval, het is allemaal zwart. En het tellerglas wordt zo meteen smoked en dan past het meer bij het geheel en het ziet gewoon fucking gruwelijk uit. Oké jongens, ik heb hier van het nieuwe merk Thunder onderdeel leefbaar, waaronder de tellerglas. En de tellerglas is dus dit onderdeel en die is standaard smoked. Vroeger deden mensen het wel zelf smoked, kreeg je druipers, kreeg je lelijke plekken, dat wil je echt niet. Dus nu heeft Thunder, het nieuwe merk, heeft het onderdeel leefbaar. Die zijn ook leefbaar trouwens via mijn website www.joeyschaap.nl. Dan kun je deze tellerranden en nog andere zaken kun je gewoon bestellen via mijn site. Ik ga hem nu even monteren op deze scooter.
zit erin. Nou, je ziet het. Het matcht nu gewoon perfect met alles van de scooter. Het glas is niet heel erg smoked. Het is absoluut smoked. Maar niet heel ernstig erg. En dat betekent, wanneer het aangesloten is en het licht gaat aan. De lichten gaan aan. Dan zul je ook gewoon alles goed leesbaar kunnen zien. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want je weet hoe hard je gaat. Of je kniplicht aanstaat. Je brandstof. Nou, geef het een naam. Dus deze is nu klaar. Nu laat ik heel snel zien wat een white vision is. Jongens. Dit is een white vision. Het is gewoon een lampje met een blauwe gloed. En daardoor lijkt het op zogenaamd xenon. Maar het matcht in ieder geval altijd beter met die led dan de originele lamp. Het monteren van deze lamp, dat doe je zo. Het is echt één handeling. Je trekt de stekker eraf. Het rubber. Deze klem. En de lamp is eruit. Oké, dus het was niet één handeling. Het waren er drie, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Het stelt echt geen moe voor. En nou zie je het verschil. Check. Ik ga hem nu even monteren. We hebben gezien hoe hij er net uitzag. Heel geel dus. En jullie hebben allemaal gereageerd op de video. Dat je het hartstikke lelijk vond. Ik monteer nu deze. En reageer dan ook even op de video. Wat je van deze vindt. Ben je klaar voor het resultaat? Sorry, autisme. Ben je klaar voor het resultaat? Ja. Net was hij heel geel. En nu is het blauw met wit. Hoe je het noemen wil. In ieder geval het matcht veel beter dan dit. Ben je het met me eens in die kamer, man? Zeker. Ik ook. Ik monteer nu even alles weer terug. En dan zal ik nog eventjes het contact aanzetten voor de teller. En dan kan je zien hoe dat eruit ziet met smoke. Van de originele transparante naar de smoke van Thunder. Goed jongens. De begrenzing is gemonteerd. Het tellerglas is gemonteerd. Ziet er veel mooier uit bij die hele scooter. En tot slot de white vision koplamp is gemonteerd. En daardoor is de scooter nu nog een stuk beter. En veiliger wat betreft politie. De begrenzer op 80cc. Conclusie is dus, begrensd, 736, perfect. Ongrensd, gaat echt als een fucking raket. Dus de begrenzer is perfect. Al deze spullen die je in deze video van Volg met Joey hebt gezien, zijn natuurlijk te koop bij mijn website www.joeyschaap.nl. Als je deze film hebt gekeken, een Vespa Sprint hebt en die spullen vet vindt, koop dan ook alsjeblieft op mijn site. En waarom vraag ik dat? Omdat ik dan met de inkomsten die daaruit gegenereerd worden, deze films voor jullie kan blijven maken. En dat willen jullie natuurlijk ook. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog jongens. Deel deze video. Abonneer op mijn kanaal Volgens met Joey. Volgens met Joey en druk op dat belletje. Want als jij op dat belletje drukt, dan ben jij de eerste die het ziet. Als er weer een nieuwe video online komt met vette spullen of een winactie of andere gekke dingen. Afijn, abonneer dus. Tot de volgende keer mensen. Telling you a stuk. Bedankt voor het kijken.